Keizer, goedemiddag, hoe is het? Goedemiddag, ja, goed. Wij zijn de stad, is buiten Middelburg. Ja. Dat doe ik niet zo vaak, hè? Nee, dat is echt een Ja, hè, ja, maar ik ben bij heel veel Middelburgse meiden en jullie zijn eigenlijk een Middelburgse club. Ja. Ja. En want ik ben bij de Black Sheep Honey Rollers. Ja, Rollers. Ja. Ja, en vertel eens even heel kort voor de mensen die het nog niet kennen, want rolschaatsen, grote kussens, wat is het precies? Ja, je moet het zo zien. Het zijn twee meidengroepen van 5 tegen 5, waarvan 4 blokkers, 1 jammer. En de blokkers moeten de jammer van het gele of het zwarte team tegenhouden en andersom. Dat je ze niet tegenhoudt, dus dan kan je door de blokkers en dan kan je punten scoren. Dus eigenlijk is de jammer de bal, zo moet je het zien. Alleen die blokkers doen er natuurlijk wel alles aan om je tegen te houden. Ik hoor al een hoop gedoe op de achtergrond, ja, en jullie zijn nu aan de trainen. Aan de trainen. 1 april hebben jullie een wedstrijd. Ja, 1 april. Het eerste Zeeland georganiseerd een wedstrijd voor ons. Oh, is dat zo, ja? Ja, ja, we hebben altijd wel wedstrijden gespeeld, maar altijd buiten Zeeland. Want ja, Zeeland is wat dat gaat toch Zeeland te ver weg, te moeilijk. En wij hebben geen definitieve zalen waar we kunnen trainen. Nee, maar jullie zijn de enige club eigenlijk in Zeeland. Ja. Met zoveel zijn jullie nu? Met 13e in de wedstrijd, maar we hebben wat zwangeren, wat bevallingen. Dat heb je ook nog wel eens met vrouwen. Ja, dat heb je veel met vrouwen. Ja. En ja, zo doen we het eigenlijk. En er zit wel veel wisseling in, dus... Ja. Maar ik begreep ook, en dat is natuurlijk ook voor jullie, dat is voor elke club belangrijk, maar jullie kunnen ook wel nieuwe leden gebruiken. Hè? Zeker, ja. En hoe heel werkt dat? Veel, wat kost dat? Hoe... Je kan gratis inlopen totdat je het echt leuk vindt, want je moet het echt wel willen. Het is sowieso 2 keer in de week trainen. Je rolschaatsen zijn best duur, je gear is best duur. Dus er komen echt best wel veel dingen bij kijken, waardoor ja, het is niet zomaar ik ga voetballen en ik doe het een weekje. Maar ik zie inderdaad jou, ik zal er straks wel even een shotje van maken, maar de rollerskates, die ken ik natuurlijk nog wel van vroeger wel van het rollerskate. Ja. Maar ik zie bij jou inderdaad wel een soort leertje op de voorkant. En, ja, dit zijn quads. Ik had toch wel eventjes zo zoomen. Ja. Dit zijn quads en je hebt dus bescherming van je neuzen, ook voor dat het zwart niet op de vloer komt. Het zijn wel speciale. Je hebt speciale wielen ervoor nodig, want hoe zachter je vloer, hoe harder je wielen, hoe harder de vloer, hoe zachter je wielen. Dus ja, dat is allemaal een beetje afstemmen. Ja. Ik heb zelf 8 paar wielen liggen waar je dus voor wisselt, voor buiten, voor in de zaal en wat voor zaal. Hiervoor trainen we natuurlijk in de Nassolaan. En dat was lekker die houten vloer en dan had ik veel zachtere wielen. Dus... Ja, maar dat was jullie favoriete, want ik weet nog, ooit was Helen er ook mee bezig. En jij hebt jij hebt het overgenomen volgens mij in 2015. 15, ja, van mijn broer, van Menno. Menno Glansdorp, ken ook velen, de schilder. Hè? Ik ben erbij gekomen, toen gaf mijn broer les. Toen ben ik erbij gekomen in 2015, 2016. Dat weet ik nou niet helemaal zeker meer hoor. En ik heb altijd lekker meegerold. Mijn broer is gestopt. En toen heb ik het eigenlijk overgenomen in samenspraak met die meiden achter mij. En zo zijn we het een beetje gaan doen. Marnie is er pas bijgekomen. Zij heeft altijd in het Nederlands team gerold. Dus, Dat is er ook al. Dus je kan ook nog, als je goed bent, kan je ook nog doorstromen. Kan je doorstromen naar het Nederlands team. Ze heeft op Tenerife gespeeld. Dus, cool. Ik zie wel, het zijn er wel allemaal volwassen dames. Kan je vanaf welke leeftijd kan je meedoen? Vanaf 18 plus kan je wedstrijden meerijden. Ja. En tot welke leeftijd, zolang je fit bent? Ik ben 51, dus ja. Ben jij de oudste? De senior? Nee, samen met Lisbeth, volgens mij. Lisbeth is net zo oud als mij. Ja. Lisbeth is van uit Domburg. Oké. Ja, want het is dus een beetje van heel wel. Ik zie echt wel bekende meiden. Ja, zijn veel Middelburgs. Ja. Goes, omstreken, Zonnemeren. Maar jullie trainen in Oostkapelle en in op dit moment. Koenburg. Maar als jullie in Middelburg weer terecht kunnen, zouden jullie dan weer willen? Nee, want wij krijgen hier in de Kouwburg een definitieve baan geplakt. Dus net zoals de tennisbanen, de voetbalbanen, de lijnen. Dus wij blijven hier. Dus Middelburg is jullie gewoon kwijtgeraakt? Ja. Oh, ja. Nou, dat is ook... helaas. Jammer Middelburg. Nou ja, goed. Eigen stomme schuld. Maar het Koude Kerk is om de hoek, hè? Ja. Nou, laatste nog een wedstrijd, 1 april. 1 april. Hoe laat? 1 uur. Hier. Ja, 1 uur gaan we beginnen. Uitstekend. Ja, het is een mooie tijd. Dan kan je een biertje drinken in de kantine. Nou, zeker. Dat komt helemaal goed. Nou, heel veel succes en bedankt voor je toelichting. Ja, komt goed. Ik had net een vraag van wat ik bij jullie ben. Dan is het tijd. Jammers, wat is het zwakke punt van de zwarte muur? Welke kant was zwart? Nee. Deze kant was zwart. Als de boffers er dwars doorheen ging, kon het soms een beetje zo zijn van... Maar dat is anders. Oké. Oeh. Ik moet daar 3 vormen daarna. Ja, niet dat ik er dan gelijk doorheen kwam of zo hoor. Dus En tegen wie spelen jullie nou de 1 april? Eindhoven. En zijn die lastig of zijn die te kloppen? Of, heel goed. Ja? Dat wordt spannend.
Ja, want waar is jullie niveau op Nederlands niveau? Weet jullie dat? Ik zal even iemand anders laten vallen. Wij komen even op de bol. Ja, precies. Hoeveel teams zijn er? We zijn één na laatste. Oké, nou ja, maar nee, dat is niet laatste. Nee, twee na laatste. Nou, als ik jullie zo een beetje zie, dan krijgt Rock City best wel zwaar, hoor. Ja. Hey, jongens. Hey, Eindhoven pakken.